dat we in Nederland wonen, denk ik dan. Nou, inderdaad. Hey. Hey. Wist jij dat je je baby in Amerika kan verkopen? Zegt die vrouw van de zwangerschapscursus net. Verbaast me niet. Heb je alles? Ja. Het schijnt helemaal geen probleem meer te zijn daar. Als Kim maar wel in Amerika geboren is, want dan krijgt het vanzelf een Amerikaans paspoort. Ja, zo gaat dat daar. Hey, we moeten wel een beetje opschieten, want ik moet nog straks naar scheikunde. Nou, dat is een beetje vaag. Het is wel heftig, hè, je eigen kind verpatsen. Ah, deze past echt heel goed in de musical. Weet je dat ze wel $50.000 geven, hè? Waarvoor? Voor baby's. Het liefst blanke natuurlijk, en ze moeten ook wel gezond zijn en zo. Maar het schijnt heel normaal te zijn daar. Ja. Wat denk je? Zal ik het doen? Wat? Mijn baby verkopen. Je bedoelt dan een rijk persoon of zo? Een Hollywood-actrice? Nou, ik weet niet hoor. Dadelijk wordt zo'n psycho, zoals Paris Hilton. Nou, wie zegt dat? Misschien krijgt dat kindje juist wel een heel cool leven. In L.A., met zo'n zwembad, een tennisbaan. En de ouders die er hartstikke veel geld voor betalen, omdat ze heel graag een kind willen. Ja, en een moeder die hem verkoopt. Ja, maar dan weet je wel waar je kind naartoe gaat. Dat wilde je toch? Ja, dat is ook waar. Ik denk niet dat ik daar kan blijven wonen. Hoezo niet? Omdat hij het huis moet verkopen. Hij heeft niks meer, hè? Helemaal blut. En hij heeft niet eens een baan. Ik denk dat hij het wel oplost. Hij is volwassen, hè? En arts. Ja, dit keer helpt zelfs dat niet. Echt, hij zit helemaal aan de grond. En die sfeer heb ik weer. Weet je, ik moet nu gewoon echt aan mezelf gaan denken. Ik wil straks die kunstopleiding doen. Ik moet ergens wonen, eten. En dat kan als ik de baby verkoop. En dan heb ik wat geld en kan ik dan aan Marnix geven. Weet je, ik heb een site gevonden. Ze bemiddelen tussen mensen die geen kinderen kunnen krijgen en vrouwen die een kind willen afstaan. Ze betalen echt waanzinnig veel geld voor hun kind, dus ik ga gewoon naar Amerika. Weet je wat het mooiste is? Ik kocht zelf de ouders van mijn kind uitzoeken. Je bent echt een fucking hoer, René. Waar bemoei jij je mee? Eerst laat je neuken en dan verkoop je dat kind. Het is geen fucking hond. Ik toch wiskunde maken? We gaan tickets regelen. Dat is toch ook een soort wiskunde? Wil je echt naar Amerika? Niet zo hard. Ja, wij gaan naar Amerika. We gaan ouders voor het kind zoeken. En daarna gaan we een week naar New York. Als ik $50.000 vang, dan kan dat er wel vanaf, toch? Ik dacht dat Youssef je wel had overgehaald met al dat gelul over dat familie belangrijk is en zo. Ja, dat zie je natuurlijk wel een beetje gelijk. En dat is niet genoeg. Wat kan ik anders? Ik kan de baby niet houden. Dit is echt dé oplossing. Ik heb gehoord dat ze super gave clubs hebben in Amerika. Oh, wie zegt dat ik meega? New York, man. Of Las Vegas, Disneyland, wat jij maar wil. Mooi, dan ga ik het regelen. Nee, Kim, ik mag echt niet. Mijn moeder vermoordt me. Dan moet je juist weg. Verzin het toch wel, smoes. Nee, Kim, ik doe het niet. Laat je me stikken? Ik heb je nodig, hoor. Jij bent hartstikke goed in Engels. Het enige wat ik ken is fuck off. Nou, doe niet zo idioot. Ik meen het, Noah. Je moet meegaan. Ik kan niet zonder je, hoor. Kom op, Noah, alsjeblieft. 6 augustus 1993. Hoezo toestemming? Wat een onzin, zeg. Oh, je bent echt mijn allerbeste vriendinnetje van de hele wereld, weet je dat? Als je dit voor me doet, vergeet ik echt nooit meer, hè, Noah. Ik bel net zo'n reisbureau. Zeggen ze dat ik niet kan boeken omdat ik nog niet meerderjarig ben. Dat is toch onzin? Misschien maar beter ook. Begin je nou weer? Je weet dat ik erover denk, toch? Ik vind het eng om een kind te verkopen. Nou, ik ook, maar samen redden we het. Nee, nee. Nee, het spijt me. Maar je kan me toch niet zo laten zakken? Ja, ik heb ruzie gehad met mijn moeder en het is net weer goed. Alleen ik heb er gewoon beloofd om geen gekke dingen te doen. Oké, dan ga ik alleen. Doe niet zo idioot. Je krijgt niet eens een ticket. Dat regelt wel. Amerika is ver hoor, in je eentje. Ja, ik kan het toch niet anders? Ik ga mijn kind toch niet aan de eerste beste Young Doodle weggeven of zo? Ik wil zelf de ouders voor mijn kind uitzoeken hoor. Ik heb voor de eerste week een kamer in zo'n IMC geboekt. Dat kost echt geen drol. Krijg je daar dan ook je baby? Ja, dat is juist zo vet. De ouders die het baby adopteren, die zorgen ook voor het ziekenhuis en alles. Wow. Dus eigenlijk zit je over 2 dagen gewoon in je uppie in L.A. Ja, dat lijkt me echt heerlijk. Hé, wat zeg ik eigenlijk tegen je oom? Je wordt echt ongerust, hoor.
Je zegt niks, dat heb je beloofd. Echt, Noah, ik doe het ook voor hem. Ik ga straks vet veel geld verdienen. Mm. Echt waar, houd je kop, hoor. Mm. Hey, meisjes. Hey, meneer Klein. Het is maar niks voor jou. Lekker, popcorn. Maak eens plaats. Kijken we. Ik heb geen idee, maar het was hartstikke leuk. Mm. Hallo. Hoi. Hoi. Waar kan ik mijn spullen? Ik heb het opklapbed neergezet in de achterkamer. Tussen die zooi? Ik ga daar wel. Neem jij maar je oude kamer. Geen sprake van. Esmee heeft niet zoveel luxe nodig. Ze is dol op opruimen. Het is mijn roeping. Ik zei zo nog even heen en weer voor de rest van de spullen. Doe maar een wafel erbij. Zo, Fredrik. Joh. Wanneer ga jij nou iets met je leven doen? Twee koffie en een citroencake. Er zijn drie wachtende voor je en ze staat alleen hier, dus het duurt uren. Oh, breng jij mijn koffie dan zo even? Ik zit daar. Zaakbespreking, ja? Hé, hey, wil je ons ook even onze jas brengen? Hey, ik ben je fucking open niet, hè? Bitch! Doe even normaal. Nee, jullie moeten normaal doen, ja? Ja, misschien kan je inderdaad even naar buiten gaan. Oh, ga je me ook nog vertellen wat ik moet doen? Ik dacht het niet, hè, bitch? En jij moet helemaal je bek houden, ja? Beter ga je letten op die zogenaamde vriendin van je. Moet godverdomme eens afgelopen zijn met dat gezeik tegen mij hier.